Goedemorgen, het is vrijdag en we zitten al heel vroeg in de auto. Want wil je vertellen waar we naartoe gaan? Jeugdvakantieland. En dat is heel leuk, want toen ik klein was, ging ik altijd naar Jeugdland. Dus ik vind het nu... Jeugdvakantieland. Nee, toen heette het Jeugdland. Dus ik vind het zo verschrikkelijk leuk om nu met Sarah naar Jeugdvakantieland te gaan. Wat eigenlijk dus precies hetzelfde is. Ja, want we waren een keertje hiervoor ook al. Toen had ik mijn haar gekregen. Nee, kijk, kijk. Babyzwaantjes. Nee, 1, 2. Ja, kijk, babyzwaantjes. Wat lief. 2 kinderen. En 4 honden. Ja. En 4 zwanen. Maar goed, het is voor mij dus mega jeugdsentiment ook. En heel veel dingen zijn ook echt zoals ze vroeger waren. Dus helemaal leuk. We gaan dus nu rijden en dan zien we jullie zo daar. De straat. We zijn er. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ja, hè? Wat is je naam? Dan kreeg je vroeger ook een stempel. Oh, kijk eens, je krijgt een stempel. Zo, alsjeblieft. Nou, leuk. Zal ik hem nog even vasthouden, want de inkt is zo nat. Probeer maar. Geef niet als het fout gaat, hè. Kan je wel? Ja. 3, 2, 1, go. Ik kon het heel goed. Zo leuk, schat. Ik kan zo staan. Of zo? Hier achter. Ja? Hier wacht. Wat je wil. Jij bent wel creatief, denk ik. Ja, dit is een rode loper. Je bent een muzikant. Uit je ogen kijken alsof je echt een muzikant bent. Zo, nu ben je een echte ster. Je bent een ster. Kijk, hoe ver zit dat ook alweer? Wij zitten zo. Kijk naar mij. En nou, dan moet je eigenlijk natuurlijk zo over je schouder kijken. Eentje maken werk. Kijk naar mij. Om het flesje te krijgen. Succes! We gaan het eens proberen. Ja, het is echt moeilijk. Ja, geduld is een schone zaak, schat. Ja, je had hem al bijna. Ik vind het echt heel knap. Ja, oh nee. Die deed het. Nee, niet vals spelen. Net zo goed je rust als net. Ja, net had je hem er tegenaan. Dat was heel slim. Niet draaien zoveel. Ja. En dan... Hey, wow. Dama, ik ben onder de indruk. Nog niet zo snel. Dat is zo grappig. Hij schoot er af. Ik heb het sneller.
gedaan, meneer. Nee, joh, jij gaat ook eens doen. Ja! Nou, wij hebben het. Je hebt vorig jaar ook gedaan, hè? Ja. 1, 2. Goed daar. Goed vasthouden, hè? Hoi, waar is één ding? Oh. En je doet een beetje in de lijn. In de lijn. Laten. Kom in. Doe je met je vingers eraan. Waarom zit je nou met je vingers eraan? In de lijn. En dan doe je die in het gat van je papier. Nee. Stik het er nou maar gewoon in. Dat past waarschijnlijk niet helemaal. Dus wat je dan gaat doen is je zet hem erin en je pakt met je hamer. Tik je hem zo in. Yeah.
ja, zoiets. Ja, die hebben ze bijvoorbeeld ook gemaakt zo. Hier voor je lopen. Goed je voeten neerzetten. Daar heb je hier opbrengen. Oh, dit. Ga je niet meer dat? Ja, dit ken je wel. Dit gebruik jij altijd als klimrek. Oeh, nu wordt hij moeilijk. Zal ik dat ook proberen? Zo eronderdoor vooral. Dan wordt het iets ander verhaal, denk ik. Nou, die tweede lukt nog wel, maar die eerste? Ja, precies. Thank you.
Vertel, we zitten in de auto. We zijn echt moe, maar we hebben het echt heel leuk gehad. Ja. We moeten hier best voorzichtig rijden. Heel veel kindjes lopen hier. En nu naar huis. Ik sta een beetje ver van de paal af, het kaartje. Ik dacht dat ik dat op kenteken ging. Oh ja, dat zie je toch wel. En dan gaan we lekker eten. En dan gaat Sarah denk ik heel goed slapen vanavond. Die hebben heel wat afgerend. Ja, en ik heb heel snel over dat flesje dat ringetje eromheen gedaan. Ja, dus daarom heb ik dit en ik heb mij heel erg pijn gedaan. Ja, dat deed jij best wel snel, ja. Kijk, deze baan. Ja. Ik had vandaag zo verschrikkelijk veel gefilmd, maar ook gewoon foto's gemaakt, gewoon voor onszelf. Dat mijn batterij leeg was, dus het is nu al laat op de avond. Ik ga wel even mijn beelden inladen, want ik ben wel heel benieuwd. Ik weet ook niet of alles leuk of bruikbaar is, maar ik heb gewoon eindeloos veel geklikt en gedaan. En dan zometeen lekker naar mijn bedje toe. Mijn eerste computer. Ik heb lekker noedels gemaakt, alleen zij is nog kokend heet. En ik ga lekker het nieuwe seizoen van Orange is the New Black kijken. Seizoen 7 alweer. Ik heb er echt zin in. Het is een tijd geleden. Zo. Klaar met alles. Even opruimen. En dan lekker een beetje in. Het is altijd wel fijn als de kamer altijd nog even opgeruimd is voor mijn bed. Ik vind dat dat altijd als je dan 's ochtends beneden komt gewoon een rustiger start van de dag geeft. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat deze vlog leuk was. Denk het op zich wel. We hebben vanmiddag wel heel veel gefilmd. En dan zie ik je morgen.